Welkom allemaal, ik ben Sammy Turan en ik heet jullie van harte welkom namens de Aramese Federatie en Platform Aram. En in het bijzonder aan onze gasten, de aanwezige priesters, de vertegenwoordigers van de verenigingen en verschillende kerken. Vandaag gaan wij het hebben over de genocide die plaats heeft gevonden in 1915 en over de positie van de Arameërs in Turkije tegenwoordig. Voordat ik verder ga, wil ik eerst het woord geven aan Johnny Szabo, de vicevoorzitter van de Aramese Federatie. Dankjewel, Sammy. Dames en heren, vrienden, laten we de avond beginnen met een eerbetuiging aan de slachtoffers van de genocide van 1915. Laten we allen gaan staan en een minuut stilte in acht nemen voor de slachtoffers van de genocide. Dank. Vrienden, de genocide van 1915 heeft een enorme impact gehad op ons. Het heeft het leven gekost van meer dan 70% van onze gemeenschap. Het was een vooropgezet plan om onze identiteit te vernietigen. En het vernietigen van onze identiteit gaat nog altijd door. Het begon met het ontkennen van de genocide door de Turkse staat. Daarna werd in 1922 onze patriarch Ignatius Elias verbannen uit Turkije. Duizenden genocide-overlevenden volgden de patriarch en vonden een veilig heenkomen in het toenmalige Franse mandaatgebied, waar later de moderne staat Syrië zou worden opgericht. In 1923 werd het verdrag van Lausanne getekend. Maar de Turkse regering was van mening dat wij, in tegenstelling tot de Armeniërs en Grieken, geen rechten konden ontlenen aan dit verdrag. Het verdrag van Lausanne verplicht Turkije tot het garanderen van het recht van niet-islamitische minderheden om kerken, scholen en instituten op te zetten. En dat recht is ons ontnomen. En zo ging het verder. Wij mochten alleen Turkse achternamen gebruiken, waardoor velen onder ons vandaag nog altijd een Turkse achternaam hebben. En zo worden wij nog altijd herinnerd aan dat onrecht. Namen van steden en dorpen moesten veranderen in Turkse namen. Een politiek die geformaliseerd werd in de jaren 50 door het oprichten van het Comité van Deskundigen ter Naamsverandering. Dat in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de namen van bijna 14.000 dorpen en steden veranderde in Turkse namen. Dit beleid van Turkificering werd overal toegepast. Zo ook in de stad Urfa, die ook wel Edessa wordt genoemd. Tot 1915 vormden de Arameërs samen met de andere christelijke minderheden de helft van de inwoners van de stad. In 1915 werd onze gemeenschap gedecimeerd, maar dat was blijkbaar niet genoeg. Kerken werden omgebouwd tot moskeeën. De Arameestalige school werd geconfiskeerd en omgedoopt tot de Umbir Nisan Basisschool, een openbare Turkse school die nog altijd bekend is in Urfa. In de jaren 90 vond de overheid het zelfs nodig om de stichting Surkaf op te richten, die het cultureel erfgoed van Urfa zou moeten beschermen, maar in plaats daarvan gebouwen en woningen die eigendom waren van Arameërs confiskeerd en heropend als zijnde woningen die zouden behoren tot Turkse leiders. Dit terwijl de inwoners van Urfa heel goed weten van wie deze woningen waren. Zoals de uit Urfa afkomstige journalist Naci Bey het zo duidelijk uitdrukte en ik citeer: alles wat gebouwd is voor 1915 was het werk van Arameërs. Zelfs de huizen van moslims en Armeniërs. Zo ook de kerken en de moskeeën. En zo ging het verder in heel Turkije. In de regio Tur Abdin, wat berg van de dienaren van God betekent in het Aramees, werden we in de jaren 80 geconfronteerd met de burgeroorlog. Wij kwamen klem te zitten tussen de PKK en het Turkse leger. Velen onder ons werden gedwongen om te vluchten naar Europa en zo kroop onze gemeenschap verder in Zuidoost-Turkije.
In de jaren 90 hadden we zelfs te maken met een nieuw fenomeen. Bijna 60 Arameërs werden geliquideerd. Vele journalisten wezen met een beschuldigende vinger naar een radicaal islamitische partij. Gek genoeg verdween deze partij opeens van het toneel. Momenteel hebben we te maken met de confiscatie van bezittingen en landgoederen in Zuidoost-Turkije. Zoals in het geval van het Sint-Gabriël-klooster, waarbij de staat zelfs in hoger beroep gaat om confiscatie te realiseren. Teleurstellend is dat omwonenden van het klooster zich organiseerden en een petitie aanboden, waarin over ons werd gesproken alsof het gaat om indringers uit een andere planeet. Ik zal een aantal passages citeren uit deze petitie. Wij eisen niet dat het hoofd van de bisschop wordt afgehakt. Maar waar komen die priesters vandaan? Er moet einde komen aan deze illegale bezetting. Illegale bezetting door het klooster dus. Dit terwijl het Sint-Gabriël-klooster 1000 jaar ouder is dan het Ottomaanse Rijk. De 3000 Arameërs die nog altijd in Zuidoost-Turkije wonen, hebben momenteel te maken met meer dan 300 rechtszaken die betrekking hebben op confiscatie van landgoederen en bezittingen. Zo werd in het Arameese stadje Bezabdai meer dan 95% van het onroerend goed geconfiskeerd. Ondanks dit allemaal wil ik benadrukken dat we deze debatavond hebben georganiseerd niet om uit te halen naar de Turkse regering. Wij wensen Turkije, de Turkse regering, Turkse politici en Turkse Nederlanders in het bijzonder het allerbeste toe. Wij willen door middel van deze debatavond bruggen slaan, door middel van bruggenbouwers. Mensen zoals onze gast van vanavond, de gerenommeerde Turks-Nederlandse journalist Sinan Can, die met zijn serie Bloedbroeders veel Turkse Nederlanders heeft overtuigd van het feit dat er genocide heeft plaatsgevonden. Wij willen positieve signalen uit Turkije niet negeren. Intellectuelen die opkomen voor de rechten van minderheden. Mensen zoals Baskin Oran, die fel protesteerde tegen de confiscatie van het Sint-Gabriël-klooster. Turkse lechters die confiscatie van bezittingen van Arameërs tegenhouden, zoals in het geval van het Sint-Ananias-klooster in Mardin. De voormalig Turkse premier Davutoğlu zei dat Turkije altijd het thuisland van Arameërs zal zijn. Maar wij zullen ons pas thuis voelen in een Turkije waarin je geloofsovertuiging niet vermeld wordt op je identiteitskaart. Een Turkije waarin het bouwen van een kerk net zo makkelijk gaat als het bouwen van een moskee. Een Turkije waarin de Arameërs officieel erkend worden als inheemse inwoners van het land. Een land waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken geen publicaties verzorgt, waarin wij als verraders en handlangers van het Westen worden afgeschilderd. In zo'n land zullen we ons thuis voelen. Dank voor uw aandacht. Dankjewel Johnny voor jouw woorden. Ik ben vereerd om de aanwezigheid van onze gasten aan te kondigen. Allereerst de voorzitter van de World Council of Arameans, Johnny Messo. Van harte welkom. En ook harte welkom, Hand en Broeke, VVD Tweede Kamerlid. Fijn dat u er bent. En tot slot Sinan Can, onderzoeksjournalist en bekend van de serie Bloedbroeders. Hartelijk welkom. Ik wil graag nu beginnen met het uitnodigen van zijn zeer eerbiedige pastoor Paulus Akman en Constantijn. En ook samen met de Shamoshe om naar voren te komen, de diaken, voor het gebed ter ere van de slachtoffers van de genocide. Baruch Mor Abuna. باقيمين عدد شمشتو على السوذي دي شاتو دادنا الفوشا عمو وحم شحصر وهلاد يوما طبعا عدوك بودينا بي تشمشتا إذا كي شاموش زيدي تشمشتو تسوذي كمين على كي تركي كثوبو وحد أوثي كوي طاو إذا ما شاموش تقدري دمي عمينا كاريو يو لاتيو غلبي عريخو بشينو بشتوم بكل خستي מתולו סוחת קטן לבכל יום הללויה הללויה
تحشبنا خمر نخستو لو تفخ فك منا مهالي يو هاليلويا لو تطعمو كوخان ولصونان بارخ مور تلميذو شبحو لابو لبرو والروحو قديشو من علم وادا من علم علمنا من دخران خنسو ذي بريخي هركو والعلباش مايو ويلن دياقر دخران خونت عذر بصلا وسطو قرية ليسون سلقت رومين قرمي سود بريخ راعي برومي لملخ مالك وحد عيرد بشماي بهولو ليهون عيتو يلديهم زي يوم عيد يوم بارخ تلميذ شبحو لابو لبرو والروحو قديشو سوذي رحو ماودابرو ما نروي خون داب سيفو اثكالالتون لو حاشتون بميشو حسين بسقيفو هو اروي لالو ارغشنا نبو صوني مطلحو بمر يرحم علينا عدرين ايكو دفقة الصوت وذفاسق هادو مايهون تامون اقنث روح قدش وبحربو شينو عبد القرية ليس أبون بشمايو على روحو ثثي أبون بشمايو نفقد هويس بيونو خاي كانت بشمايو أوف برعو أبلا سنقونان يومونو وجبقلان حوبين وحطو كانو دوف حنان جباقا الحايو بي نتعلان السيونو إلو فاصون من بيشو ميتل ديلو حيلو تجبهت العلم علمين آمين ألوم حاسل التودي Taudi, bedankt voor dit mooie gezamenlijke gebed. Ik wil nu overgaan naar het debat met onze gasten. Allereerst een warm applaus, misschien heb ik hem net al geïntroduceerd, maar voor onze hoogste vertegenwoordiger van de Aramese gemeenschap op wereldniveau, Johnny Messo. Sinan Can, bekend van de serie Bloedbroeders, hij heeft het debat over de genocide nieuw leven ingeblazen en hij heeft zelf onderzoek gedaan naar de genocide. Alsjeblieft een warm applaus. En tot slot Hans ten Broeke, VVD Tweede Kamerlid, woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Hij staat bekend om zijn reële kijk op politiek bedrijf voeren, op politiek voeren van politiek en ja, hij heeft heel veel oog voor mensenrechten en met name voor de Aramese gemeenschap in Turkije, de vervolging daarvan. Een warm applaus alstublieft. Het is de bedoeling dat ik jullie een aantal vragen ga stellen en op die manier wil ik jullie kijk op de genocide toelichten. Allereerst Sinan, ik wil met jou beginnen. Waarom heb jij onderzoek gedaan naar de genocide? Even kijken, ja, hij doet het. Waarom heb ik onderzoek gedaan? Ik kom uit een gastarbeidergezin, een Koerdische moeder en een Turkse vader. En bij ons thuis werd er in ieder geval niet over de genocide gesproken. Niet zozeer omdat mijn ouders dat ontkenden, maar dat was gewoon geen onderwerp. En ik wist er ook eigenlijk niet zoveel van, totdat in 2000, moet ik even nadenken, 7-8 Hrant Dink vermoord werd. Nee, dat is echt zo'n gebeurtenis die een soort kantelpunt in de geschiedenis eigenlijk, vond ik, in Turkije. En dat was voor mij ook het moment om te kijken van ja, één, waarom moest die man dood? En wat is er eigenlijk met die Armeniërs gebeurd? En waarom is dat een discussie die al heel lang voortduurt, hè? Wel of geen genocide en noem maar op allemaal. Dus dat was het moment dat ik geïnteresseerd raakte in het onderwerp. En toen wist ik nog niet eens van de
Arameërs en de Pontusgrieken, dat die ook in 1915 in dezelfde periode eigenlijk ook deels uitgeroeid waren in hetzelfde gebied. En dat heeft best lang geduurd, tot 2012. Dat was het jaar dat ik voor het eerst naar Turkije ging. Ik heb een serie gemaakt over asielkinderen. En er was een Armeens gezin was uitgezet. En ik ben dat gezin gaan volgen tot in Armenië. En ik werd daar geconfronteerd met, waarom ontkennen jullie die genocide nou constant? En ik zei, nou, ik ontken niks. Ik weet er alleen te weinig van. En toen dacht ik, nou, volgens mij is nu het moment aangekomen om eens uit te gaan zoeken hoe het nu zit. Het was ook het 100-jarige herdenking kwam eraan. Ik dacht, nou, nu is het moment om het uit te gaan zoeken. En dat samen uit te gaan zoeken met een Armenier, Ara Halleje. Hebben die reis samen gemaakt. En toen op een gegeven moment dan onderzoek je het. En dan kom je er dus ook achter dat ook Arameërs, Pontusgrieken. En wij zijn in Mardin geweest, hè, in Turabdin. En daar had een Koerdische man had het steeds over fella's die ze vermoorden. En ik begreep dat eigenlijk niet. Volgens mij heb ik het uiteindelijk een keer aan Johnny gevraagd. Van Johnny, wat is dat nou? En dat is eigenlijk gewoon de christen in zijn geheel. Dus ze maakten niet eens onderscheid tussen Armeniërs en Arameërs. Maar het woord was fella. En die oude man vertelde over hoe ze in een dorp 85 mensen hebben uitgemoord. En dat er eigenlijk alleen één kind is overgebleven. En dat dorp was in Nusaybin. En ik kwam er ook later achter dat het een Aramees dorp was. En niet zozeer een Armeens dorp. En zo is dat eigenlijk een beetje gekomen. Een vervolg naar de volgende vraag. Want je hebt de serie Bloedbroeders. Ja. Ook gemaakt. Ja. En ik heb hem gevolgd en ik denk velen van ons ook. Maar wat heb je uiteindelijk geleerd van die serie? Wat ik heb geleerd is dat de winnaar altijd de geschiedenis schrijft. En dat is natuurlijk deels ook in Turkije gebeurd. Dat er in onze geschiedenisboeken, in de Turkse geschiedenisboeken eigenlijk dingen niet vermeld staan. Of dingen vermeld staan zoals ze misschien niet zijn gebeurd. Er wordt altijd gesproken over het verraad van de Armeniërs en de Arameërs natuurlijk en de Pontus-Grieken. En ik ben er eigenlijk achter gekomen dat de geschiedenis toch anders in elkaar zit. En waar ik eigenlijk heel erg verdrietig van werd, is eigenlijk dat al die kleuren in Anatolië juist het land ook zo rijk maakten. Want als je ooit in Mardin bent geweest, dan zie je ook hoe fantastisch het daar is. Alles ademt daar ook Arameërs uit, zelfs de bomen. En dan denk je, ja, wat een verdriet eigenlijk dat die kleuren allemaal verdwenen zijn. Ook die fantastische Pontusgrieken in het noorden en het westen van Turkije, maar ook de Armeniërs en de Arameërs en al die andere groepen natuurlijk. Yazidis zijn ook heel erg, hebben het ook heel zwaar gehad bepaalde periodes. Dat ik denk van ja, dat hele rijkdom is eigenlijk stuk gegaan. En dat zie je ook terug in alles in Turkije, dat zeg ik ook altijd. Na 1915 is er eigenlijk geen mooi gebouw, liefdevol gebouw gebouwd. Het is eigenlijk allemaal heel lelijk en liefdeloos. En wat ook wel zo is, is dat het de Turk en de Koerd ook niet heel erg gelukkig heeft gemaakt. Dat we ook wel deels kan zeggen dat we eigenlijk de Arameërs en de Armeniërs en de Pontus, we missen jullie ook eigenlijk. En dat is geld voor een deel van het land en niet voor iedereen, maar toch. Het is, ik vind het echt ontzettend verdrietig. Ik had graag in een land willen wonen waar al die kleuren bij elkaar zouden leven. Wat een rijkdom zou het zijn voor Turkije. Ik denk dat Turkije nu ook echt op een veel andere, op een andere plek had gestaan, denk ik. Misschien wel iets dichter richting Europa, maar ook gewoon kleurrijk en multicultureel, multiethnisch, multireligieus. Alles wat multi is, is sowieso mooi, is kleurrijk. Dat zijn hele mooie woorden en je zegt wel van, ik ben ook verdrietig, ja. Maar ik denk ook dat je wel trots mag zijn dat je dit binnen onze gemeenschap kan zeggen en dat je ook erkenning hebt voor ons en voor onze gevoelens en ik denk dat je daar heel ver in kunt komen en dat dat een eerste stap is in het erkennen van deze gebeurtenis. Maar er zit natuurlijk ook een andere kant aan jouw mening. Want hoe reageert jouw omgeving op jouw standpunt aangaande de genocide? Nou, de reacties waren natuurlijk na Bloedbroeders vrij heftig.
Ook binnen de familie waren er natuurlijk verschillende meningen daarover. En geschiedenis is natuurlijk nooit zwart-wit. Hè? Er zijn natuurlijk ook al, hebben zich allerlei dingen. Er zijn allerlei dingen gebeurd. Weet je wel, dat zijn van die klassieke Turkse argumenten van ja, maar de Armeniërs liepen over naar de Russen. Ja, er was een deel die overliep. Dat gaat om 5000 man. Maar je moet natuurlijk ook kijken waarom die mensen overgelopen zijn. En je moet je natuurlijk ook afvragen, wat is 5000 man op 2 miljoen mensen? Is dat dan terecht dat je 1,5 miljoen of 2 miljoen mensen laat lijden? Dat je vrouwen en kinderen richting de woestijn duwt en dan ook nog zegt van ja, maar dat was relocatie en we wilden ze terughalen. Terughalen van wat? Van de hel? Want je stuurt ze gewoon in de zomer richting de woestijn. Ze worden aangevallen door Koerdische stammen, beroofd en noem maar op allemaal. En daar is eigenlijk helemaal, er is geen argument of rechtvaardiging waarvan je kan zeggen, nou, ik snap het eigenlijk wel. Het is gewoon verdrietig. Het is een zwarte pagina uit de geschiedenis. En ja, andere landen hebben ook zwarte pagina's uit hun geschiedenis en hebben moeite om dat te erkennen. Maar ik heb daar verder geen boodschap aan. Ik ben Nederlands, maar ook Turkse staatsburger. En ik wil gewoon dat dat de geschiedenisboeken herschreven worden, dat het erkend wordt dat we Arameërs de stad Mardin ook kunnen omarmen met liefde, dat we elkaar daar weer kunnen ontmoeten in Midyat, in Nusaybin, in al die prachtige plekken. Ook de Armeniërs natuurlijk, dat de Armeniërs kunnen afreizen zo vaak ze willen naar de Ararat. En dat we elkaar ook daar weer kunnen ontmoeten. En dat we elkaar eigenlijk na 100 jaar weer eens kunnen omhelzen eigenlijk. En dat gaat niet 1-2, maar er is wel gelukkig genoeg beweging in Turkije, handreikingen en we hebben even tijd nodig. Veel weerstand, maar je staat nog altijd achter je standpunt, is wat ik uit het verhaal begrijp. Dankjewel. Hand en broeken, aan u de volgende vraag. Is het niet beter dat de Nederlandse regering in navolging van bijna alle Europese landen en Duitsland de genocide erkent? Van mij mag het. Ik zou er geen enkel bezwaar tegen hebben. Het punt is alleen dit, en daar kunnen we ook met het beste gewoon heel open en eerlijk over zijn. En dat leg ik ook elke keer uit als ik hier ben, zo'n 2 keer per jaar. En dat is dat Nederland er al in een heel vroeg stadium voor gekozen heeft om te spreken over, althans op regeringsniveau, over de kwestie van de Armeense genocide. Nou, even heel technisch, in de Tweede Kamer doen we dat bij een resolutie, dat heet dan bij ons een motie. Die motie wordt aangenomen en het mooie is als die motie dan zo breed mogelijk steun krijgt. Nou, in de periode dat dat voor het eerst gebeurde met André Rauwvoet van de ChristenUnie, die de moed had om dat door te zetten en ook alle partijen daarbij ondertekenaar te laten zijn, was Nederland een van de allereerste landen die stap zette. Het heeft er ook toe geleid, ik heb dat zelf ook mogen zien, dat je als je in Jerevan naar het museum gaat, dat Nederland daartussen staat. En als je, hè, er zijn een aantal van die folders die je dan uitgereikt krijgt op de dag dat de Armeense genocide wordt herdacht, dan staat Nederland ook in dat rijtje. En ik vind dat terecht. Je zou je nu kunnen afvragen of niet een situatie is ontstaan dat er ook andere landen hebben zich daarbij gevoegd. Er zijn zelfs landen die weer wat verder gaan dan Nederland, die zeg maar dat bijvoeglijk naamwoord van de kwestie van, en daar maken we dan een hele kwestie van, maar goed, kom ik zo op, die dat niet doen. Duitsland is een land wat zich pas recent daartoe heeft bekend, maar u weet allemaal, want u volgt dat nog veel nadrukkelijker dan ik, wat er exact in die Duitse resolutie staat. En u ziet ook wat de regering, de Duitse regering van Merkel doet. Nog de minister van Buitenlandse Zaken, nog de bondskanselier. Zelfs Sigmar Gabriel spreken eigenlijk nauwelijks over Armeense genocide. Zelfs niet met een bijvoeglijk naamwoord erbij. Nou, de moeilijkheid in het diplomatieke verkeer, en daar vraag ik gewoon begrip voor, en dat kan je maar het beste doen door er gewoon eerlijk over zijn, is dat wij er in die periode dat die motie Rauwvoet er was, door de kwestie eraan vast te plakken, de mogelijkheid hielden om de Turkse regering daar voortdurend op aan te spreken. En die Turkse regering was daar op dat moment ook nog wel gevoelig voor. Je had die voetbaldiplomatie die op dat moment net aan het ontstaan was. Erdogan leek wat meer bereid om daar in ieder geval naar te luisteren. Die situatie is op dit moment volledig anders. Iedereen die nu naar Turkije kijkt, ziet een land wat
aan alle kanten zich bedreigd voelt, ook intern, daar hebben ze ook wel reden toe. Je kunt je ook afvragen of ze daar niet zelf heel veel aanleiding voor geven. Maar dit is in ieder geval een Turkije wat zich zo voortdurend op zijn teentjes getrapt voelt, dat het niet in staat is om zelf die brug te slaan waar jullie het vanavond over hadden. Ik zelf vind, en dat pleidooi zal ik hier vanavond weer houden, dat je moet oppassen om de Nederlandse regering in een positie te brengen om dat bijvoeglijk naamwoord de kwestie van eraf te halen. Wat mij betreft mag het. Mijn partij zou daar geen problemen mee hebben. Ik heb een achterban die daar al helemaal geen problemen mee heeft, maar in de Kamer ligt dat anders. En dat hebben we vorig jaar gezien bij de motie Voor de Wind. Voor de Wind is eigenlijk de opvolger van Rauwvoet. We hebben hem ook dat gegund, dat hij die naamgever kon zijn. En stel nou eens dat partijen zoals de mijne heel erg zouden hebben aangedrongen om dat eraf te knippen. Nou, Pieter Omtzigt wilde dat graag en andere christelijke partijen die wilden hem daar graag in volgen. Dat snap ik. Snap ik heel goed. Dan zouden we erop achteruit zijn gegaan. Dan zou de Kamer zijn verdeeld tussen die partijen die dat een stap te ver vonden gaan. En dan was Nederland ineens achteruit gekacheld. Dan hadden we helemaal geen erkenning. Had zelfs de volksvertegenwoordiging de genocide niet meer met meerderheid of met eenzelfde meerderheid kunnen erkennen. Dat was een forse stap achteruit geweest. En bij een genocide, een volkerenmoord, vind ik het nog altijd van groot belang dat die erkenning in eerste instantie gebeurt door het volk. En daarvan ben ik een vertegenwoordiger. En met mijn 149 anderen. Dan weten jullie allemaal dat er twee jongens in het parlement zitten die er alles aan doen om Turkse nationalistische belangen te verdedigen, wat het ook zij. Als jullie petities komen aanbieden, en dat doe je aan de lopende band, dan staan zij daar nooit bij. Ook dan geven ze geen hand, zal ik maar zeggen. En daarmee importeren wij het Midden-Oosten. En het goede vind ik van de Armeense en Armeense en andere christelijke minderheden is dat zij dat nou juist altijd buiten de deur hebben weten te houden. En dan is het van belang dat we die houding, die open houding, dat we die overeind houden. En ik heb dat gedaan door me enorm in te spannen om met name tussen Partij van de Arbeid, waar men nog niet zo ver was, en een aantal christelijke partijen die al verder wilden gaan, in ieder geval die dat we bij elkaar te brengen. En op dit moment hebben we dus een parlement wat niet meer met 150 man zegt de kwestie van de Armeense genocide, of het parlement erkent gewoon de Armeense genocide. Maar dat zijn er 148. Maar dat hadden er ook minder dan 75 kunnen zijn. En dan hadden we hier een heel ander debat gevoerd vanavond. Ja, en dan vraag ik me af of jij de ruimte en de vrijheid had gehad om te kunnen zeggen wat je nu zegt. Want dat was een overwinning geweest voor die intolerante krachten die in Nederland hand over hand aan het toenemen zijn. En dat, daar zal ik voor waken. En daarom spreek ik zelf al over de Armeense genocide. Mijn partij spreekt over de Armeense genocide, daar heb ik nooit iets anders gedaan. Maar sta ik toe dat de Nederlandse regering vooralsnog daar het woordje de kwestie voor mag zetten. En ik zou jullie echt willen aanraden en daar niet al te grote kwestie van te maken. Om niet ook het vertrouwen van de Nederlandse bevolking te verliezen. Die klaar is, helemaal klaar na deze zomer. Met al die etnische spanningen die we hebben geïmporteerd. Met mensen die vierde generatie, derde, vierde generatie Turk zijn bijvoorbeeld. En die we met rode vlaggen op de Erasmusbrug hun leider Erdogan hebben zien aanroepen. Welk een ironie. De Erasmusbrug. De naamgever van die brug was 500 jaar geleden al in staat om lof der zotheid te schrijven. Waarmee die autoriteiten wisten bekritiseren. En de mensen die daar op die brug liepen, zogenaamd om een democratische overwinning in Turkije te vieren, riepen een man aan die 1500 zaken te smaad heeft lopen. De ironie kon niet groter zijn. En dat onbegrip bij de Nederlandse bevolking is snel aan het toenemen, mensen. En mijn advies hier vanavond zou zijn, doe daar niet aan mee. Hou jullie milde, tolerante, open en beschaafde lijn aan, want je bent een voorbeeld tegenover heel veel groepen die dat kennelijk niet kunnen. U wilt een vraag stellen? Daar is aan het einde van het debat ruimte voor, als u dat goed vindt. Ik hoor dat u veel zorg heeft om de genocide, maar u raadt ons ook aan om
eigenlijk achter de regering te staan en om onze... De regering te staan, echt niet. Het zou het mooi zijn, maar ik steun een regering die volgens mij vanaf het moment dat ze zijn begonnen... in de peilingen nooit meer dan iets van 30, 40 zetels heeft gehad. Dus ik realiseer me heel goed dat dit geen populaire regering is. En daar hoeft u echt niet achter te staan. Maar wat ik u aanraad is om heel goed te zien wat er gebeurt. Wat er gebeurt in Nederland. En het beeld op het Nederlandse netvlies van deze zomer... En ik ga u ook voorspellen dat dat een heel groot gedeelte de uitslag van de verkiezingen in maart volgend jaar gaat bepalen. Is het beeld van die duizenden rode vlaggen op de Erasmusbrug. En laat ik mij even heel eerlijk zijn. Sinan Chan met zijn prachtige documentaire waar ik heb hem daar net al mee gekoppeld. Met mijn familie met ademloos naar heb zitten kijken. Ik heb niet alle afleveringen gezien, maar ik heb er wel één of twee teruggedraaid. En ik kijk uit naar je volgende. In Afghanistan heb ik begrepen, waar ik zelf ook heel vaak geweest ben. Ik raad jullie aan om, dit is een hele goed moment om te laten zien, dat er ook groepen migranten, die al zoveel generaties geleden uit het Midden-Oosten hier om hun moverende reden naartoe zijn gekomen, die wel basale Nederlandse kernbegrippen als vrijheid, tolerantie, non-intimidatie, non-geweld en begrip voor elkaar, ook al ben je het fundamenteel met elkaar oneens, kunnen omarmen. Doe je dat niet, blijf je heel fanatiek aandringen omdat dat woordje eruit moet, omdat er andere landen zijn die je nu ook ineens hoegenaamd zover gaan, dan kom je in een loopgraven debat wat jullie niets oplevert, integendeel. En de meeste Nederlanders die bijvoorbeeld nog nooit van de Armeense genocide gehoord hadden, ik denk dat Jan... documentaire daar ongetwijfeld iets aan heeft veranderd, iets aan heeft bijgedragen, die gaan daar niet heel veel begrip voor opbrengen, is mijn verwachting. Dus dit is de reden waarom ik zie het zelf gebeuren in dit parlement, en het is een reden waarom ik me heb ingespannen om onder die motie voor de wind een zo breed mogelijk een meerderheid te houden. Maar ik sta open voor kritiek. Als jullie liever hadden gehad dat dat ding eraf geknipt was, dan had je misschien met 60 zetels als een motie ondersteund gekregen. Ik denk niet dat dat vooruitgang is. Dan neem ik mijn woorden terug om achter de regering te staan. Maar u wilt wel dat wij het woordje kwestie accepteren. Mag ik dat zo zeggen? Nee, ik wil niks. U hoeft het niet te accepteren. Ik leg het uit. Dit is de keuze die ik heb gemaakt. En ik kom hem graag elk jaar, en zelfs twee keer per jaar als dat nodig is, kom ik dat uitleggen en toelichten. En ik denk dat in onze verhouding met Turkije je op dit moment ook geen verdere olie op het vuur moet gooien. Maar laten we wel wezen... Turkije ligt waar het ligt. De Turken wonen waar ze wonen. En Erdogan blijft, zolang hij nog leeft, dat weten we natuurlijk niet hoe lang dat duurt, maar blijft hij ook nog even zitten waar hij zit. En wij moeten met dit land, dat belangrijk is, moeten we dealen. En hoe jullie ook over Turken of over Turkije denken, of over de Turkse regering, ik heb daar ook uitgesproken meningen over, we kunnen ons in Europa, in Nederland, niet permitteren dat Turkije zich isoleert, dat Turkije zich verder islamiseert, dat een land met twee op één na grootste leger van de NAVO, ze kunnen binnen 48 uur iets van 450.000 man op de been brengen, 4.000-5.000 tanks, 1.000 jachtvliegtuigen, een land wat zich voortdurend miskend voelt, wat in de regio dacht vrienden te maken, maar overal weer vijanden heeft gemaakt, een land dat wel weer meedoet nu in de strijd tegen ISIS, maar waar we ook wel weer twijfels bestaan over of die grens altijd wel echt dicht zat. Het is een land waarvan we ons niet kunnen permitteren dat het verder afglijdt. En daarom is het een, wat ik wel eens noem, een ongemakkelijke bondgenoot. En ik ga die nu niet nog verder proberen te tarten. Nee, dat is gewoon verstandig diplomatiek beleid. Alleen moet je dat gewoon af en toe eerlijk durven zeggen. In het verhoud met Turkije verdedig ik belangen. In het verhoud met Turkse Nederlanders verdedig ik normen. Maar dat is hier. Dat is iets heel anders. Dank u wel. Johnny Messo, aan jou de volgende vraag. Wat vind jij van het standpunt van de Turkse regering aangaande de genocide? Ten aanzien van de Armeense genocide, als ik het daarover mag hebben. Want we hebben het vaak over de Armeense genocide. Ik noem het vaak de Ottomaanse genocide tegen de Arameërs, Armeniërs en de Grieken. Maar als we het hebben over de Arameese genocide en het standpunt van de Turkse overheid, ja, daar kunnen ze natuurlijk niet met dezelfde argumenten aankomen zetten die ze gebruiken in het geval van de Armeniërs.
Want als het aankomt op de Aramese christenen, is er geen enkel bewijs wat ze kunnen aanvoeren om te zeggen dat de Arameërs zichzelf gemobiliseerd hebben en gerevolteerd hebben tegen de toenmalige regering. Zoiets was dus niet het geval in ten tijde van het Ottomaanse Rijk. Ja, het standpunt van de Turkse overheid, natuurlijk, en dat zeg ik ook heel uitdrukkelijk, zijn we het allemaal niet mee eens. Alleen ik probeer soms ook, juist wanneer ik het niet eens ben met standpunten die moeilijk te begrijpen zijn, probeer ik juist mijn best te doen om te begrijpen waarom ze zo'n standpunt innemen. En in het geval van Turkije, ja, je kunt echt heel veel argumenten opsommen van waarom Turkije dit standpunt inneemt. Maar een van de standpunten is, of een van de argumenten is, dat ze deze genocide stellig ontkennen, of het nou tegen de Armeniërs is, of tegen de Arameërs of de Grieken, is dat ze een gevaar zien voor het voortbestaan van hun eigen land. En ze hebben, dat is een gevaar, of het nou een reëel gevaar is, of een gepercipieerd, of een gevaar wat zij waarnemen, dat gevaar zien ze gewoon. En ze zijn bang voor compensaties. Ze zijn bang dat ze straks grote stukken land moeten teruggeven. Ze zijn straks bang dat ze grote sommen geld moeten betalen. Volgens mij loopt er nu een zaak, bijvoorbeeld de Incirlik basis. Schijnt dat land waarop een dat is een vliegveld, Incirlik, in Zuid-Turkije. Ja. Ja, dat is een NAVO-basis. De Duitsers maken er gebruik van, de Amerikanen natuurlijk. Nu in de strijd tegen ISIS. Een negenhols golfbaan. Oké, ook nog. Dat wist ik dus niet. Dat vliegveld dus behoort eigenlijk toe aan Armeniërs, dat land. En nu loopt er een rechtszaak in Amerika, in Californië. En het is maar wachten op het vonnis van de Amerikaanse rechter. En ik ben echt benieuwd wat die rechter gaat zeggen straks. En zo heb je meerdere zaken in Turkije. Of meerdere. Het paleis van Erdogan bijvoorbeeld schijnt ook land van Armeniërs te zijn. En zo heb je veel meer land. Dus dat is echt iets wat de Turken drijft. Het drijft ze echt tot het ontkennen van een volkerenmoord. En die volkerenmoord heeft ook niet voor niets plaatsgevonden. Die volkerenmoord heeft ook plaatsgevonden omdat ze juist de christelijke minderheden als een gevaar zagen. Ze zagen het Ottomaanse Rijk afbrokkelen. Ze zagen de geallieerden in opstand komen. Dus voor hun was het een vorm van een preventieve maatregel, als ik het zo mag zeggen. Zeker niet goed te keuren. Dit moeten we juist beslist afkeuren met z'n allen. Dus ik ben het kort gezegd niet eens met de Turkse positie. Alleen vind ik wel dat we in dialoog moeten treden met de Turkse overheid. En dat doen we ook ten aanzien van deze positie. We dagen ze soms uit om stelling te nemen ten aanzien van wat er heeft plaatsgevonden 100 jaar terug. En met uitleg te komen. Kijk, de schoolboeken staan gewoon vol van het standaardverhaal van de Turkse overheid. Dat is de officiële lezing. En die promoten ze ook. Dat verhaal wordt van kinds af aan met de paplepel ingegoten. De media gebruikt ze daarvoor. Als het aankomt op de Arameërs, is het toch wat moeilijker voor een Turkse, laten we zeggen, functionaris of een regeringsambtenaar, om hetzelfde antwoord te geven als in het geval van de Armeense genocide. Angst is een slechte raadgever. Dat is nu wel duidelijk. Han? Angst. Oh, sorry. Ik dacht dat je, sorry. Het water. Ik ook. Nee, angst. Ik ook hoor, als het om. Nou, noem eens wat. Je moet aan mij niet vragen hoe je bijvoorbeeld iets moet koken. Maar goed, dan ben ik heel slecht eraan. Ik ben er zelf geen kei. Jij ook niet? Nee. Mag ik, de reden waarom ik begon te klappen, is omdat Johnny iets doet waar in Nederland, waar je op dit moment met een lichtje kunt zoeken. En dat is dat je de neiging weerstaat en bedwingt om zelfs voor eigen publiek, want daarvoor zit hier toch een beetje een thuiswedstrijd te spelen, denk ik, vermoed ik. Het makkelijke verhaal te houden. Om daar, om niet gewoon, zeg maar, dat. En jullie zijn wellicht daarvoor gekomen, maar ik denk dan, in Nederland hebben we ongelooflijk veel behoefte aan mensen die nu inderdaad zelfstandig durven na te denken. Ook als dat moeilijk is, ook als het een beetje scheurt. We hebben in die documentaire, vond ik het ook aardig hoe jij zelf een ontwikkeling doormaakte.
je was heel anders in het begin dan ja, Afghanistan hebben we nog niet gezien, maar dat moeten we nog even afwachten wat er allemaal gaat gebeuren. Maar dan op het moment bijvoorbeeld dat je bij de huizen komt, en die beelden staan mij nog helder voor, waar je familie gewoond heeft. Ja. En waar dan nu anderen wonen. En ik denk dat die kracht, ik ben zelf christen, die kennen we ook uit de Bijbel. Dat is niet per se de ene wang en de andere wang. Zover wil ik niet gaan, dat laat ik graag aan de priesters over om dat te duiden. Maar mag ik als politicus zeggen dat deze vorm van tolerantie op dit moment, zelfs in Nederland, al begint te grenzen aan moed. Zeker als je in de Turkse gemeenschap op dit moment moet verkeren. Dus ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik ga het overnemen. Vind je het erg? Ja. Ik vind het helemaal goed. Maar ik wil toch verder gaan met mijn interview. Johnny Szabo. Waarom is het belangrijk om de genocide te herkennen, te herdenken? Ja, allereerst te herdenken voor ons als gemeenschap is het van groot belang om onze geschiedenis te kennen, om te zien hoe onze voorouders hebben geleefd, ons lijden, de vervolging. Daar kunnen we heel veel lessen uit trekken. Zeker nu in een bepaalde mildere vorm misschien het weer gebeurt in Syrië, in Irak, met onze gemeenschap. We hebben het gezien in steden als Mosul, in kleinere plaatsen zoals Maalula, Sadat in Syrië, waar ook een soort van een genocide plaatsvindt. Dat wat betreft onze gemeenschap. Maar als je teruggaat naar de erkenning. Ik bedoel, het is natuurlijk heel relevant dat de Nederlandse regering het erkent. Dat de Duitse regering het erkent. En ook wel dat de Amerikaanse regering het keer erkent. Maar waar het eigenlijk om gaat, is dat de Turkse staat het erkent. Daar gaat het om. En wat mij betreft, moeten we het niet afdwingen van buitenaf. Maar moet het een keuze zijn vanuit Turkije zelf. Want als Turkije zelf kiest voor de erkenning, dan laat Turkije heel duidelijk zien dat ze gewoon in staat zijn om van hun fouten te leren. Kijk, neem eens Duitsland als voorbeeld. Duitsland heeft iets vergelijkbaars voortgebracht, heeft de Holocaust veroorzaakt onder het nazi-regime. De Duitse regering, de Duitse media, de publieke opinie in Duitsland is tegen de Holocaust. Neemt heel duidelijk afstand van dat zwarte verleden van Duitsland. Duitsland heeft ontzettend veel maatregelen genomen om de verzoening met het Joodse volk mogelijk te maken. En nu zien we ook dat de Joodse cultuur floreert in Duitsland. Daar is nu een nieuwe elan bijgekomen. We zien dat Joodse Oost-Europeanen verhuizen naar Duitsland. En het is gewoon een groeiende gemeenschap. En ik zie het niet als een bedreiging voor Duitsland. En dat zo zit de Duitse regering en ik denk ook het Duitse volk in. Hetzelfde zou voor Turkije kunnen gelden. Turkije, als ze ons erkennen als inheemse inwoners van Turkije, laten we daar eens mee beginnen, niet eens de genocide. Dat wij oorspronkelijke inwoners zijn van dat gebied. Dat wij, wat ze gewoon weten, wat historici, ook Turkse historici het heel goed weten, dat we daar al 4000 jaar wonen. Dat Mardin een Arameese stad is. Dat Abraham bijna 4000 jaar geleden al in de buurt van Haran, in de buurt van Urfa rondliep. Al die feiten, daar kunnen ze niet omheen. En wij vormen als Arameërs absoluut geen bedreiging voor Turkije. We zijn een kleine gemeenschap, wereldwijd honderden duizenden. We praten niet over miljoenen. We hebben geen ambities om een eigen staat op te richten. Wij claimen geen grondgebieden zoals misschien Armenië dat doet of Griekenland. Wij vormen absoluut geen bedreiging. En als ze met ons niet kunnen verzoenen, met wie zouden ze kunnen verzoenen? En tegen de enkele Turkse aanwezigen zou ik willen zeggen, wij wensen echt oprecht Turkije het allerbeste toe. Wij weten dat Turkije een hele moeilijke tijd meemaakt, maar wij willen en we hopen dat Turkije overheen komt en dat er ook ruimte bestaat op een gegeven moment voor de oppositie, maar ook voor minderheden, kwetsbare minderheden, zoals de Arameers. Dank u wel. Mag ik kort op reageren? Daar mag ik kort op reageren. Ik zou misschien enkele anekdotes kunnen delen met jullie. Want ik heb zelf al in de afgelopen jaren behoorlijk veel Turkse politici ontmoet. Dit jaar nog Davutoğlu in Den Haag. 45 minuten, toen was hij nog premier van Turkije, gesproken over tal van zaken die ons volk aangaan. Erdogan, de vrouw van Erdogan, ministers, de huidige minister van Buitenlandse Zaken. Toen hij de voorzitter was namens Turkije van de Raad van Europa. Toen ook nog twee keer ontmoet. Tal van politici en of het nou Turkse politici zijn of Koerdische, zoals de toenmalige burgemeester van Diyarbakır, die is nu een Kamerlid in Turkije, Osman Baydemir, die zullen jullie goed kennen.
Wat ik wil zeggen is, elke keer als ik met die mensen spreek, nog voordat ik begin, merk ik al dat ze echt best wel veel respect hebben voor ons volk. Ze hebben ontzag voor ons volk, omdat ze onze cultuur kennen. Ze kennen onze geschiedenis en het doet ze pijn. Als ze met mij aan de tafel zitten, zie ik dat het ze pijn doet, omdat ze weten wat ons is aangedaan. En ik kan je vertellen, van nog voordat we beginnen, beginnen ze meteen al niet in de vorm van een excuus aan te bieden, maar wel in de vorm van een, ook niet een vergoelijking, niet dat ze proberen recht te praten, maar ze hebben het wel over hun eigen lezing van de geschiedenis. En daardoor begrijp ik dat het ze nog pijn doet. Het zit nog hoog bij ze. En ik vraag maar van hoe je dat psychologisch kunt verklaren. Van dat zij er steeds mee aanzetten. Ik heb in Ankara discussies gehad met Turkse politici ten aanzien van de genocide. Niet zozeer omdat wij er direct over begonnen, maar omdat zij er direct mee kwamen. Dus dat betekent dat het nog heel gevoelig ligt bij ze. En ik vind het best wel interessant. Ander punt is bijvoorbeeld, als je naar de burgemeester kijkt van Diyarbakır toen. Hij had ons ontvangen met een roos. Onze delegatie. En het eerste wat hij zei is van, ik zal het in het Aramees zeggen, van Duktaigok Mahio. Zo van, jullie zijn er niet meer en het valt meteen op dat jullie niet meer zijn. Hij had het ook over die culturele mozaïek, die culturele diversiteit in de stad. Het is allemaal verdwenen, dat is er niet meer. En jullie worden echt gemist. En dat merk je ook steeds. Dus je ziet wel van, iedereen die weet ervan. Ze zijn echt goed op de hoogte van onze vraagstukken, of het genocide vraagstuk is, of andere vraagstukken. Alleen is het nu, en nu wil ik ook best wel de hand in eigen boezem steken, nu moeten we ook eens een keer naar onszelf kijken van, in hoeverre nemen wij het genocide vraagstuk serieus? Hoeveel van ons hier, die zijn dagelijks bezig met de genocide? Hoeveel van ons dragen hierbij aan het opzetten van een genocide-instituut? Hoeveel van ons dragen bij aan het stimuleren van onderzoek naar genocide? Naar wat er gebeurd is toen. Ik kan jullie vertellen, de Armeniërs bijvoorbeeld, die hebben organisaties. En wij hebben toen een keer meegeschreven aan zo'n resolutie die geaccepteerd was in Amerika. Hebben we mogen meedoen. Niet zozeer meeschrijven, maar wel meelobbyen, zeg maar. En onze naam is toen ook ingekomen. Zij hadden een document opgesteld waarin zij konden aantonen hoeveel kloosters, kerken en bezittingen ze hadden voor de genocide en na de genocide. Dat kunnen wij niet. Dat kunnen wij niet, omdat er geen onderzoek naar gedaan is. En daarvoor zou je eigenlijk instituten moeten oprichten of organisaties die mensen voltijd in dienst kunnen nemen om onderzoek te doen naar dit soort vraagstukken. En zo zijn er nog tal van vraagstukken. Die wij ook hoger op de politieke agenda kunnen krijgen. Als wij ook iets actiever bezig gaan met onze eigen vraagstukken. En de genocide kwestie is daar eentje van. Mooi dat jij. Ik vind het heel mooi dat jij ook bewust bent van wat interactie en communicatie kan betekenen. En dat wanneer je open staat voor gesprek, er heel veel begrip van beide kanten kan komen. Dus dank je wel daarvoor. De volgende vraag is ook gelijk aan jou. Wat de belangrijkste standpunten zijn van de Aramese gemeenschap in Turkije? De belangrijkste vraagstukken. Er zijn tal van vraagstukken natuurlijk, maar als je het hebt over de voornaamste kwesties. Ja, wij delen ze altijd in, en dat doen we al jaren, in 5 vraagstukken. Het allereerste van ons is, voor ons is belangrijk dat we erkend moeten worden. We hebben geen bestaansrecht in Turkije. En als je het nu hebt over bestaansrecht, ja, dan klinkt dat zo van, ja, maar wat is dat precies en waarom is dat belangrijk? Maar het feit dat we geen recht van bestaan hebben, officieel volgens de wet, betekent onder andere dat je geen recht hebt om een school op te richten. Je hebt geen recht om je eigen taal, dus in een niet-Turkse taal, onderwijs te geven. Dat soort rechten worden ons onthouden. Je had het net al, Johnny, over het Lausanne-verdrag uit 1923. In dat verdrag worden bijvoorbeeld niemand specifiek genoemd. Ze hebben het wel over minderheden, de niet-moslim-minderheden. Maar vanuit de Turkse interpretatie gaat het hier om... Grieken, Armeniërs en Joden. En zelfs Bulgaren volgens mij na 1925 of zoiets, waarmee Turkije een bilateraal verdrag had afgesloten. Maar goed, in ons geval strijden wij voor erkenning van het bestaan van ons volk. Want wij zijn er al duizenden jaren. We hebben een rijke geschiedenis, cultuur, literatuur. Ik ben de afgelopen week nog druk bezig geweest met het afronden van mijn boek. En toen ik weer bezig was met het bestuderen van oude Aramese inscripties en manuscripten,
ja, dan zie je gewoon weer dat die Arameeërs gewoon overal vertegenwoordigd waren, in de hele regio, in Zuidoost-Turkije. Ik heb net een heel groot stuk vanuit een 5e eeuws manuscript vertaald, van Moriach op de Sroeg. En die praten ook over die regio, over Aram, over Edessa, over Haran, en praten over Aram Nahrin, dus de Aram van de twee rivieren. Ja, het doet mij wat als ik dat soort dingen lees. En vooral als ik nu naar de regio kijk, waarin ik in diezelfde regio helemaal niks meer zie. En ik zou hier nu wat over willen vertellen, omdat jij net Urfa zei, Edessa. Dat is vandaag echt zo'n hotbed van fundamentalistisch islamisme, wat met name aangevuld is, laat ik het zo zeggen, vanuit de terroristische strijders uit Syrië. Maar toen wij in 2011, 12 en 13 de regio bezochten met 100, 120 en een derde jaar zelfs 138 Arameeërs uit de hele wereld, diaspora-Aramees, om een week lang Pasen te vieren met de Aramees en Turabdin, hebben we ook Urfa bezocht. En de reis hadden we als volgt opgezet, vanuit de WCA en de federaties, is we waren eerst begonnen in regio's waar eerst Arameeërs waren, zoals Edessa, dat is eigenlijk zeg maar de hoofdstad van het vroege Arameese christendom. De literatuur was daar ook helemaal opgebloeid. We zijn daar begonnen, Urfa, Antap, Gaziantep, al dat soort gebieden, naar Adiaman. Daar zie je dat er helemaal geen Arameeërs meer wonen. En dan ga je geleidelijk naar Diyarbakir, naar Mardin. Dan zie je bijvoorbeeld dat in Diyarbakir nog enkele gezinnen leven. Vandaag helemaal niemand meer. In Mardin wonen dan nog enkele tientallen gezinnen. Hebben nog een klooster wat actief is en enkele kerken. En dan ga je door naar het hart van Turabdin, Midyat en de omringende dorpen. En dan zie je dat daar nog een beetje leven is. En nu we het hebben vandaag over de positie van de Arameeërs. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, welke Arameeërs? Er zijn nog maar 1800, nog niet eens 1800 Arameeërs in Zuidoost-Turkije. En misschien dat ik er later op kan terugkomen. Maar die zijn aan het verdwijnen. En ik vraag me af van, realiseren we dit wel met z'n allen? En nu het geval van Urfa, want daar waren we begonnen. Ik weet niet of er iemand bij was. Erwin, was jij er toen bij? We waren dus met 100 man. Volgens mij was het eerste jaar, of misschien derde jaar, weet ik niet meer. Want we zijn er twee keer geweest. Waren er met z'n allen. Allemaal Arameese vlaggen bij ons. En we begonnen Arameese liederen te zingen. We voelden ons thuis. Maar we voelden allemaal, sommige van ons die werden echt bedreigd al, hè. We gingen naar van die historische plekken en soms zag je van die Arameese manuscripten op gebouwen, op torens. Nou goed, op een gegeven moment zaten we daar op zo'n plein waar allemaal winkels waren. En ineens komt zo'n marktman naar ons toe. Die zegt van, ik spreek ook jullie taal. Wij zeiden, wat? Hij zei, kun je even mee naar binnen lopen, naar mijn winkel? Hij zei van, oké, prima. Dus we gingen naar binnen met 3-4 mensen. En op een gegeven moment barstte hij uit in janken. En we hadden zoiets van, wat is er aan de hand? Hij zei van, ik behoor ook tot jullie gemeenschap. Ja, en toen kregen we kippen van met z'n allen. En hij begon weer te huilen en hij zei van, weet je wat er is gebeurd? Ik ben de zoon van de priester hier in Urfa, in Edessa, maar ik noem mezelf moslim vandaag. En mijn kinderen die geef ik mee dat ze Arameeën zijn, maar er is niemand die om ons vraagt. Er is gewoon helemaal niemand die om ons vraagt. We zijn hier verloren, maar toen ik jullie zag en toen ik jullie hoorde, toen had ik door van, ik ben ook een van jullie. En toen ik hem vroeg van, hoeveel zijn er nog zoals jij, en ik noem ze crypto, verborgen, Arameeërs, toen zei hij echt, en mijn mond stond gewoon vol van verbazing om te kijken naar die man, hij zei van, er zijn nog 10.000 zoals mij, zoals ik en mijn gezin hier. 10.000 Arameeërs die nu op dit moment in Urfa zijn, die als verborgen en bange Arameeërs leven. En toen hij zei van, ja, waarom, toen wij hem vroegen van, ja, maar waarom durf je niet te zeggen dat je een Arameeër bent en dat je gewoon naar de kerk kunt gaan? Want hij zei, mijn vader ligt begraven, en volgens mij was hij zoon van Gabriel, de priester. Hij zei, mijn vader ligt gewoon begraven in de kerk, we durven niet naar de kerk te gaan, we bidden thuis. Maar hij zei van, ik ben bang van die mensen, en deed hij echt letterlijk zo van, die mensen, die fundamentalistische mensen met die lange baarden. Ja, weet je, dit soort verhalen grijp je aan, en ik heb meerdere van dat soort mensen ontmoet. Zelfs iemand, een taxichauffeur in Istanbul, bleek ook een Arameeër te zijn. En die was ook helemaal opgegaan in de samenleving. Die zei, ik ga niet naar de kerk, ik spreek mijn taal niet meer, maar ik herkende wel toen jij aan de telefoon was van, ja, dat is eigenlijk, dat hoort mijn moedertaal te zijn. En toen zei hij van, ja, ik heb wel, hij voelde, dus ik zei van, hoe voel je je dan? Ja, hij zei van, ja, ik voel me Koerd, omdat al mijn vrienden Koerdisch zijn, ik spreek de Koerdische taal en ik ga naar Koerdische, ik hou me bezig met Koerdische organisaties. En zo zijn er duizenden, tienduizenden Arameeërs. Van jou, dat maakt het natuurlijk persoonlijker en begrijpelijker. De volgende vraag is voor Han. Nederland is een van de grootste investeerders in Turkije. En hoe kunnen wij deze relatie
inzetten om de positie en de, om de rechten van de Arameërs te bespreken? Nederland is een grote investeerder, dat zie je wel vaker. Nederland is natuurlijk een land wat zijn hele bestaan, zijn hele welvaart, door dit land drijft op de export. We hebben gewoon een te klein binnenland om al die prachtige voorzieningen die we in dit land hebben overeind te kunnen houden. Dus zijn wij handelaars, dat zijn wij ook al honderden jaren. Of je die handelsrelatie nu direct kunt inzetten om voor dit specifieke doel iets te bereiken, is zeer de vraag. Je moet in mijn ogen internationale relaties altijd heel breed zien. Het is een mix van hefbomen die je moet kunnen uitoefenen om op een land invloed uit te kunnen oefenen. En één ding weet je zeker, en mag ik dan misschien het voorbeeld noemen, deze week hadden wij de Israëlische premier Netanyahu in de Tweede Kamer. En jullie hebben natuurlijk allemaal gezien dat mijn collega Kuzu daar een spectaculaire PR-actie van heeft gemaakt voor zichzelf door hem geen hand te geven, maar wel bij die bijeenkomst te zijn. Door dat te doen, heeft hij de Palestijnse zaak geen goede dienst bewezen. Want de Nederlandse regering was op dat moment bezig om iets te doen wat nergens anders in de wereld op dit moment lukt. En dat is om van Israël toezeggingen te krijgen om op structurele basis met de Palestijnen een aantal projecten mogelijk te maken over water, energie en grensovergangen, die alle drie essentieel zijn voor een potentiële Palestijnse staatsvorming. En dat willen we. Dat uiteindelijk het doel is natuurlijk dat er Palestina komt. Als nu deze houding van mijn collega gemeengoed zou zijn bij meerdere collega's, of zelfs in de Nederlandse regering, hoe groot achten jullie dan de kans dat Israël daar nog aan tegemoet zou komen? Daar zouden ze hun neus voor ophalen. Terwijl die gaspijpleiding waar Nederland op heeft aangedrongen, waar nu een besluit over wordt genomen, het verschil maakt tussen of er in Gaza na 2020 nog water beschikbaar is voor die 1,5 miljoen Palestijnen of niet. Dat moet je niet met dit soort symboliek in de waagschaal stellen. Ik vrees dat er maar weinigen zijn die die collega van mij overwegen een stem te geven die dat snappen. Je moet in de internationale politiek altijd alle middelen durven inzetten. Maar je moet ook een goed besef hebben van waar die ander staat. Turkije is een land waar ik wel iets kan voorstellen bij het feit dat ze zich een klein beetje weinig warmte hebben gevoeld van de omgeving, de directe omgeving waar Europa toe behoort, toen die coup plaatsvond. Hoewel we allemaal hebben veroordeeld, hoewel onze minister van Buitenlandse Zaken de eerste Europese minister was die belde, terwijl hij in een andere tijdzone zat, en hij zat in Chili. Hebben de Turken daar misschien wel een punt, zou je kunnen zeggen. Maar het vervelende is dat het er ook niet komt omdat je het vermoeden hebt en dat zien we nu ook, dat vervolgens diezelfde rechtsstaat die nu gewonnen zou hebben, dat die ook weer met voeten wordt getreden. Op het moment dat er 80.000 mensen worden gearresteerd. Dat kan niet anders dan lukraak zijn gebeurd. Daar kunnen niet serieuze verdachtmakingen aan de grondslag hebben gelegen. En dat klopt ook niet, want het gaat per groep. In dit Turkije, met dit Turkije, heb ik andere prioriteiten, zal ik heel eerlijk zijn, dan op dit moment de Arameese of de Armeense kwestie, hoe je het ook noemen wil, om die bovenaan de lijst te plaatsen. Simpelweg omdat ons allereerste belang is dat Turkije zich niet verder isoleert. Dat het niet met de rug naar Europa gaat toestaan. Dat het mee blijft vechten in de strijd die op dit moment cruciaal is, namelijk tegen die baarden. En je kunt niet alles bereiken. Het zou heel makkelijk zijn als ik hier zeg, hey, natuurlijk, zetten we bovenaan. En dan loop ik hier straks weg en denk ik, nou, iemand anders zoekt het maar uit. Dat is niet eerlijk. We kunnen niet alles. We zijn zo'n piepklein landje op wereldschaal. We hebben een redelijke economie, maar in de economische investeringen zijn er echt andere landen, Duitsland, de Verenigde Staten, de omliggende landen, die veel meer invloed hebben. En denk ook eens aan het feit dat Turkije is eigenlijk een bouweconomie. Ja, ze bouwen in de hele regio. Dus je kunt niet alles tegelijk.
je moet keuzes maken. En de belangrijkste keuzes voor Nederland en voor Europa zijn op dit moment dat Turkije niet verder afglijdt, dat Turkije zich niet isoleert, dat Turkije zich in de internationale gemeenschap blijft, zo constructief mogelijk blijft opstellen. En daar zit mijn prioriteit en dat is het eerlijke antwoord. Ja, ik zou daar graag op willen inhaken, want ik sluit me daarbij aan. Want als je kijkt naar de situatie in Turkije nu en 10 jaar terug, ik ben het helemaal met je eens dat we Turkije binnen de invloedssfeer moeten houden van de EU en Amerika, om bijvoorbeeld de mensenrechten situatie te kunnen verbeteren. En dat was het geval 10 jaar terug. 10 jaar terug had je bepaalde gevallen waar het veel sneller ging om die op te kunnen lossen. Gevallen van, en daar wil ik niet op terugkomen, want net had je het over vraagstukken. Dus ik had net al genoemd dat we niet bestaan voor de wet. Tweede punt is, illegale landonteigeningen. Noem het landbezetting, noem het hoe je wilt, of confiscatie. Maar 10 jaar terug, of in 2003, 4 en 5, had je echt gevallen van, laten we het zeggen, Europese druk, waaronder Turkije heeft gezwicht en uiteindelijk land heeft teruggegeven aan de Arameërs. En dat was ook het geval in 2007, 8, 9, 10, 11 ongeveer. En nu is het gewoon heel lastig om Turkije nog te kunnen overtuigen om bijvoorbeeld land wat de staat heeft onteigend, of het nou binnen het ministerie van Bosbeheer ligt of financiën. Ja, nu doet de staat, nu is dat geen prioriteit voor de staat meer. En het is belangrijk voor landen als Nederland en de EU om Turkije toch weer binnen die invloedssfeer terug te halen, zodat ze ook mee kunnen helpen het land verder kunnen ontwikkelen. Wij moeten ons vooral beseffen dat, kijk, als we het hebben over Turkije, wij hebben het dan met name over het zuidoosten van Turkije. En die regio is helaas al niet decennia, maar echt eeuwen achtergesteld geweest. Is onderontwikkeld, dus daar valt nog heel veel te gebeuren. En daar helaas is het de wet van de jungle, nog steeds vandaag. Dus als we het hebben over het tweede punt, landonteigeningen, is echt een cruciaal punt voor de toekomst van de Arameërs. Ik heb net dus al het ministerie genoemd van Financiën, of de Gazina, of het Bosbeheer, Orman. Het gaat nog dieper. Het zijn ook onze buren, in dit geval dan Koerden, die ook aanspraak maken op onze landerijen. En we hebben het hier niet over een tuin of iets dergelijks, of 20 vierkante meter of 100 vierkante meter, waar je bijvoorbeeld wel eens in de krant over leest, waaruit burenruzies ontstaan. We hebben het hier echt over miljoenen vierkante meters. Iedereen kent het verhaal van Mor-Gabriel. Ja, Mor-Gabriel, daarvan zijn van de 30 percelen zijn volgens mij 12 teruggekeerd. En daar zit je ongeveer op 244.000 vierkante meter. Ja, hoeveel voetbalvelden zijn dat, Han? 24 of zo? Of meer zelfs, of niet? 80? Deel het maar door 5. Ja. Nou goed, mijn punt is, van, dan heb je het alleen over een klein geval, in het geval van Mor-Gabriel. En dan heb je het over land wat in bezit is van het ministerie van Financiën. Dan heb je het nog niet over andere landerijen die in bezit zijn van het bosbeheer. Of door Koerden, die brief waaruit je net las, Johnny. En dan heb je tegelijkertijd ook problemen in andere dorpen en in andere kloosters. Die hebben allemaal hetzelfde probleem. En het gaat veel dieper dan alleen de Turkse staat. Het gaat veel dieper dan alleen het is de schuld van de overheid. Nee, de dynamiek ligt gewoon anders daar. We hebben ook te maken met opportune nationalistische bewegingen. In dit geval de Koerdische beweging, de PKK. Of zelfs de HDP-partij. Voorheen BDP, geloof ik. Zelfs daarvan zijn er leiders voor Moraugin, een belangrijk klooster. Hebben ze echt geprobeerd, zelfs die Salahaddin Demirtas, die heeft geprobeerd te interveneren om het land wat Moraugin toebehoort, ook een eeuwenoud klooster aan de grens met Syrië. Maar die lokale leiders die. Sorry? Ja, op wat heeft hij gedaan? Ja, die heeft geprobeerd te bemiddelen tussen de Koerden en de Arameërs aan de ene kant. Ja, dus die heeft geprobeerd, maar het is niet gelukt. Maar aan de andere kant zie je ook dorpen. Zoals in Hazag en in andere dorpen, waarin bijvoorbeeld de leiding van de PKK of de HDP in veel gevallen ook aanspraak maken op het land. En ook al win je, en er zullen ongetwijfeld heel veel mensen hier zijn die zelf ook nog steeds last hebben van dat probleem, ook al win je een rechtszaak op lokaal, regionaal of nationaal niveau in Turkije, dan nog word je bedreigd door Koerden die zeggen van nee, het land behoort ons toe. In Zaas bijvoorbeeld, het dorp Zaas, die heeft ook te maken met echt
honderdduizenden vierkante meter land, wat nu waarschijnlijk ook onteigend gaat worden door de Koerden. Nog niet eens zozeer door de staat. Waarom? Omdat er bijna geen Arameërs meer wonen. Er wonen drie Koerdische gezinnen. Het is net zo'n ghost town, zeg maar. Zo'n spookstad. Er woont één Arameese vrouw, is een non, woont in de kerk. En de rest van de Arameërs wonen in Amerika, in Nederland. Die zijn verspreid wereldwijd. En daarom hebben de Koerden zoiets van, ja, wij willen dit land. Ze hebben het een keer eerder geprobeerd. Maar 10 jaar terug is het ze niet gelukt. Maar misschien dat het ze straks wel gaan lukken. En nu wij hier zitten, het is al in de avond. Ja, in Tur Abdin hebben ze te maken met een avondklok. Zij kunnen niet zomaar na 6-7 uur naar buiten. En wij realiseren dat ook niet altijd. Dat de mensen daar in angst leven. En er is echt geen toekomst meer als ze straks niet gauw dingen veranderen in Tur Abdin. Dan hebben we het alleen nog maar over het gebrek aan officiële erkenning vanuit de staat. Die onze rechten zou moeten waarborgen. Heb je het over landonteigeningen die gaande zijn. En daar kun je echt ook uren over praten. En dan heb je ook nog te maken met een bedreigd erfgoed. Het derde punt waar we voor strijden. Je hebt te maken met terugkeer, zeg maar remigratie. Terugkeer van Arameërs die 30, 40, 50 jaar geleden weg zijn gevlucht. Of mijn opa die hier 52 jaar geleden naartoe is gekomen als gastarbeider. Dat was ook een excuus om die regio te kunnen ontvluchten. Als we zo doorgaan, dan is er geen weg meer terug. En het is nu echt een strijd tegen de tijd. Van elk jaar wat we wachten, wordt het steeds moeilijker, wordt het wel haast onmogelijk om terug te keren naar Tur Abdin. Dus de vraag hier aan ons is van, ja, we hebben het wel over de genocide, maar hoe belangrijk vinden we Tur Abdin als land voor ons volk en hoe belangrijk vinden we terugkeer naar Tur Abdin? Dat is een. Wat zou je als Arameërs kunnen doen om die positie te verbeteren? Ja, ik denk dat je genoeg kunt doen. Kun je een aantal concrete voorbeelden aan ons geven? Ja, ik zou allereerst zeggen van organiseer jezelf als volk nog beter dan we nu georganiseerd zijn. We hebben organisaties zoals de WCA, de federaties en Arameese Beweging voor Mensenrechten en andere organisaties die we hebben. Ja, die zouden we moeten versterken, zodat je de situatie kunt monitoren daar. Want alles wat daar nu gebeurt, dat krijgen wij hier niet mee. Je moet niet verwachten dat je elke dag, als je het dagblad Twansje openslaat, of de NRC of Trouw, dat je dan heel verslag ziet van, hey, dit is er gisteren gebeurd in Tur Abdin. Dat moet je niet verwachten. Dus dat moeten we zelf gaan doen. We moeten zelf de situatie bijhouden en monitoren en daarover gaan publiceren. Dus mensen gaan informeren. Politici, de media, elkaar. Een tweede belangrijke stap is, op het moment dat je die organisaties versterkt, kunnen ze ook een effectievere dialoog aangaan met de Turken. We zijn een paar keer in Ankara geweest. Dit jaar zijn we weer in Ankara geweest. Vorig jaar volgens mij niet. Maar eigenlijk zou je minimaal één keer in de maand in Ankara moeten zijn. Je zou met ze in dialoog moeten blijven. En telkens hameren op de vraagstukken die lopen en die opgelost moeten worden. We hebben wel eens dingen voorgesteld dat we een commissie moeten oprichten die zich gaat inzetten voor het oplossen van die landonteigeningen. Want nu betaalt ieder van ons zich scheel aan advocaten die geen moeite doen. Advocaten die in de regio wonen, die geen moeite doen. Maar je gaat wel steeds op en neer. Je betaalt je vluchten en hotelkosten als je geen huis hebt daar. Ja, en dan ook nog eens een keer die advocaatkosten. Ja, dat is gewoon niet meer bij te houden. En het is een kwestie van, helaas, ik ben niet optimistisch. Ik ben niet pessimistisch, maar in dit geval zie ik de toekomst van Tur Abdin niet al te rooskleurig in, als ik heel eerlijk mag zijn met jullie. Tenzij wij met z'n allen als volk in eerste instantie onszelf gaan versterken. Kijk, ik geef wel eens het voorbeeld of het gezegde van een unorganized minority is stronger than an organized minority is stronger than an unorganized majority. Dus een georganiseerde minderheid is sterker dan een ongeorganiseerde meerderheid. Dus misschien dat wij in een regio qua aantallen niet in een honderdduizenden zijn of in een miljoenen, maar op het moment dat wij onszelf organiseren hier in de diaspora, waar onze kracht ligt als volk, dan kunnen we echt heel veel bereiken in Tur Abdin. Ik denk dat wij veel te doen hebben als gemeenschap. Dank je wel. Ik wil graag dit debat afsluiten met een laatste vraag aan Sinan. Sinan, hoe beoordeelde jij de huidige positie van de Arameërs in Turkije? Ik ben geen politicus, dus ik hoef niet diplomatiek te doen. Ik wil nog wel even zeggen dat de Duitsers de Holocaust hebben geaccepteerd omdat de geallieerden dat hebben afgedwongen. Ik bedoel, dat laten we dat ook even goed over dat laten bezinken. Het is niet zozeer dat die Duitsers
ze hebben het fantastisch opgepakt en ook hoe ze dat daarna hebben ingezet is. Maar het komt zeker doordat het ook afgedwongen is. En dat is helaas in 1915 niet gebeurd. Deels door de Engelsen, die eigenlijk wilden dat degenen die de genocide hebben veroorzaakt, dat die veroordeeld zouden worden. Maar de Engelsen hebben daar ook nog een andere voorwaarde aan vastgebonden. Dat is dat Anatolië opgedeeld zou worden. En dat is de reden eigenlijk, en dat is heel pijnlijk eigenlijk, dat alle luiken bij de Turken, de Ottomanen, die sloten toen van, oh wacht eens even, dus het is, gaat jullie niet zozeer om die mensen te veroordelen, maar het gaat jullie om Anatolië te verdelen. Oké, dan gaan we dat nu vanaf nu ontkennen. En dat hebben ze zo ook in die, op die manier ook 100 jaar, daar houden ze nu ook al 100 jaar aan vast. De positie van de Arameërs, ja, los van de Arameërs, welke minderheid heeft het goed in Turkije op dit moment? Alewieten, Koerden, Arameërs, Armeniërs, Kjeldanissen, zoals ze ook wel worden genoemd. Syriërs, ook niet helemaal, want die worden ook uitgebuit, Syriërs. Vooral als je in Istanbul zit en ziet hoe kinderen 14 uur in een naaiatelier moeten werken. Het gaat er niet, het is er niet beter op geworden en het gaat er ook niet beter op worden. En dat is ook deels, Han, en daar ben ik het niet helemaal eens met je. Je moet zeker in dialoog blijven, maar je moet ook grenzen gaan stellen. En deze man, Erdogan, gaat over alle grenzen heen. Elke keer als er kritiek is vanuit Europa, komt hij met, oh, die vluchtelingendeal, die gooi ik in de prullenbak. En wacht maar, ik faciliteer die vluchtelingen richting Europa en dan hebben jullie een probleem. En ik zit steeds te wachten op welke Europese leider nu eens ook een keer zegt van, nou, nu is het echt genoeg. Je overschrijdt elke grens. En om heel eerlijk te zijn, is dat helaas geen man, maar een vrouw, namelijk Merkel, die dat nog af en toe doet, die dan zegt, oké, dit gaat te ver. En zolang dat niet gebeurt, wordt het nog slechter en zullen die landonteigeningen ook doorgezet worden. En op een gegeven moment, en daar zou ik me dus wel zorgen maken als gemeenschap, is ook dat jullie zijn al fysiek weggevaagd uit het gebied. En zorg in ieder geval niet voor dat je ook de geschiedenis en de gebouwen en alles onteigend worden en afgebroken worden. Want dan worden jullie dus in zijn geheel weggevaagd uit het gebied. En het lijkt me dat het meest ernstige is, dat je gewoon ook er gewoon niet meer bent straks. Er waren ongeveer 3300 Armeense kerken in Turkije, nu 15. Dus gaan we na hoeveel er is afgebroken. Johnny Messo had gelijk, hij zei, we moeten onderzoek doen, dat moeten jullie zeker. In het Ottomaans archief ligt ook gegevens van hoeveel Arameese kerken er waren. Ik zou dat dus ook een keer goed uitzoeken. Al is het maar gewoon om dat gewoon te hebben en om eens te zien waar die kerken dan waren, waar ze stonden en noem maar op allemaal. En dus er is nog veel te doen voor jullie eigenlijk. En dan nu helemaal in Turkije, het is erg lastig. Het wordt alleen maar lastiger, ben ik bang. In alles, ook de onrust in het Zuidoosten met Koerden en ook met de buurlanden natuurlijk. Ook intern de strijd tussen de Gülen-beweging en de AK-partij, waar Han het ook over had, wat echt hier naartoe is gekomen eigenlijk, al die spanningen. En dan moet je toch proberen te kijken of je daar kan overleven in het gebied. En er wonen niet heel veel Arameërs meer. Plukje in Istanbul, nog een plukje in het Zuidoosten, Turabdin. Crypto-Arameërs, die heb je zeker. Ik geloof ook wel dat tienduizenden, misschien wel meer dan 10.000 zijn. Dat die mensen niet meer en niet durven om voor hun identiteit uit te komen. En dat kan ook niet bijna, want het is zo nationalistisch op dit moment in Turkije. En als je een president hebt die dan schreeuwt dat één vlag, één volk, één taal, ja, dan durf je natuurlijk ook niet meer te zeggen, nee, het is een andere taal en ik ben van een ander volk. En dat maakt het heel moeilijk. Dus ik maak me er eigenlijk wel heel erg zorgen om en ik hoop dat de Nederlandse politiek en ook de Europese politici toch af en toe met gestrekt been bij hem erin gaan. Zeker dialoog, absoluut praten, maar ook gewoon af en toe grenzen stellen aan die man. Want anders gaat hij over elke grens en dan zijn we over een paar jaar staan we nog verder weg. En dan kom ik hier om al die andere verdrietige verhalen te vertellen over Mardin. En daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in.
Dankjewel. Dank jullie wel voor jullie heldere standpunten en uitleg over deze belangrijke over de genocide. Ik wil nu het woord geven aan Miyakuro Issa Murat voor zijn gedicht. Mag ik u naar voren halen? Shlomo Ramsho Brigo Alhua Bohoto, Wahuni Wahuoto, Amkulli Adlai Faden, Amyakrit Hadir Yamaina, Bitahrastati, Usagi Koru Fatrahedan Moran Morganatios, Afram Traiono, Ishim Shodi Aitserieto, Wamkula, Ikohnuto, Wamu El Maiden, Kula Ibrito. Hauchag Mahkina, Hauchag Mahkina Adlelio Rishan. لرح وتدسه ديدن طوينا دقتيل ابو سيف ويشاد دن 1914 و 1915 وكل الزبن ابو وثريدا ومقتشو طور عبدين اي من يرحمته سماحوا لي حنوني وحوث بممرب لي شونا وسريو ورومو يمقتشو علو سيف اثي علينا وهوخك ومرنو قايم السيف وشنات 1914 و 1915 من امبراطورية عثمانية على الريشينا وقتل مينا قتل مينا بو ثريدا ذو رحمي زد متر مليوني وفلقي سريوي اوروموي وارمنوي وكلدوي ومادنحوي ويونوي هاو خقطيلينا وبزل ود ميدا بير عيدا عالت كنا بمشيحو قعيشينا مش غل لي نور ودو سيفو دلو رحمي بكل بيت ومدنتو قريثو فايشكو قطلي لقبري ولعليمي ولناعيمي وهن قم صدر دني موثو وقمبلي لنيشي ولبنوثي وقصلوي وقنحري لكهنوثو بالدير وبعيتاوثو اديوم احزاو اديوم احزاو الداعش كوقوطلكم شارد لمشي حويه ولا علم تخوثينا مو عراق وميسوريا مو وثريدا ومقدشو هو خي امبراطورية عثمانية يشاتو ذن 1900 بحصر وحمش حصر امطيلة ويلات قرعينا امطيلة ويلات هو خطور عبدين أخطر عبد بير عيدا قطيلينا حزاوة حنوني وحوثو من آثي بريشينا فايش فايش وصهر وكك ودي شمايو وورد وهابو بيدو وثرو قبوخن علينا يا ويل من آثي بريشينا بين دع علمي بين دع علمي دبريثو تايهينا وهوخك فشرينا بيقولوا ثقوي قشعتك فشرو بحرارة دي شمشو لو ابنو لو بنوث لك حوزينا ايل ورجيدا بواره ديش ما يكفوش وعديدك فوش عمينا واحنا تكتنا واحنا تكتنا ونهرو لعامد بريثو واحنا تكتنا ونهرو لعامد بريثو دفتح للمدرسيوثو بيت صوبي سريوي ومني بيت صوب وتقني سرين وأورهوي ونصيبين وانطاكيا وتكريت دمقى دم فلاسفة لبريثو مني مور يوحان أبر عبرويو ومور يعقوب أورهويو ومور أفرام أسريويو وهوخ ألفاي ألفاي بروفوسورية وفلاسفة وقاديشي دهرقي ومقى دم أن بهوثو هيمونوثو وحوبة وشلومو ومكتب زبن ومدعوث من ألفاي إشني من مدرشيوث سريوي أوروموي لعامي دبريثو هوخ عامي أي دربو أديوم أو صفرو ديسقلو صهرو لككو ديشمايي لككو ديشمايو هانو ودشنو ده سريوي دمنهر لعامي دبريثو هانو ودشنو ده سريوي دمنهر لعامي دبريثو إلو أعامد لك حوبة لينو شوثو إلو أعامد لك حوبة لينو شوثو كميدلو سيف وقطع ريشينا أخطر عبدين أخبت نهرين من آثي بريشينا هوخ عدلو طعلا زينو مع عام يقتلينا
هو قاعد لقط علن زين وما عام يقتلينا كلوزم هوينا كلوزم شمعينا المورن يشو عمشيحو اتكومر هو وما كيخي خدي يوني وحاكيمة خدي كرفي لو خلوزم طعنينا زينو خدي كرفي بلوكو بن ريشي لو قتلو إلو أفرماني إلو أفرماني مع عام قاطولي مع عم قاطولي لنبطلي ما دوري وزبني مع الريشينا عدلط علن زينو مدافع لنا روحينا أحنوني هوخا كومر هوخا كومر مقلين مقدشو آثي مورن يشعلوها يكلو وترد لي لعلمي وترد لي لعامي محروني ميعيتو تكتيو هي قوة ثريذن ومقدشو كلوزم هوينا ناهيري كلوزم هوينا ناهيري بمرفض مورن يشع أي درب دم دفعينا بو زينو على البيت نهرين ايمن يحان انتو خدكو حزينة اديوما خدكو حزينة اديوما وسو طورو سريو يبزالين بو زينكم دافع علينا بو زينكم دافع علينا هرك اسمحوا لي هرك اسمحوا لي نقلح لدورينا لطور عبدين ايمن يرحمتو وامرنو هو قايم لنقابوري وحاكيمي هو قائم لنقابوري وحاكيم يدم حافظ علينا بو زينو بو زبنو دو سيفو لشهادة ألف واربع حصر ألف وحم شعصر ألف وشعم واربع حصر ألف وشعم وحم شعصر وكذكرين مقابوراني دطعن لو زينو فايش نوطوري علينا دطعن لو زينو فايش نوطوري علينا ومن شمعوني حني وقوري شموني وملكي حوبو وربوي وابراهيم شابو ومديويو وقال له شابو وعيورنويو وبسود بكهيا ونحلويو وسهدو دبي عيسى وباد بويو ومسعود مسعود وما ومزاي خون ومزاي خونو مزيزخ وملكي بسنا وسحوقوي وشحنا قبري وشما صيف واسخوي واسحق واسحقوه اسحقوه محميل لقلت بسحق وهوخها ونشبهوره إلينا والرحو ثثي أديومك عيش عمكين وعمزاديق ابو فرديسو دهني هو المشفعوني عمن بي وعم شليحي ونضافالو مريم إيماني قادشتو قمو كرسي ديالو هوثو لشلوم ولوشينو بوث ريدا ومقشو بعراق وبسوريا إيماني رحمتو وقعدا وقعدا هوخك طلبينا مريشة دول رابد بريثو عم ايموثم حيدوثو دمكلن وحربانو وهو شلوم بسوريا وبعراق وهو خشينو لكل اعامي دبريثو وساقي قورو كمقدمين لكل احسايو كهنوثو وعلمو سريويو وساقي قورو لورح ميدن جوني مسو وريشو دو حيودو تبيلويو دو سريوي أورومويو ببريثو ودانيال دمرو كل حوروني وعليمي وعمي كل أقابي وتكو هرقي وتكم قدمي مع درونوثو لوع الميدن بوثرو وعدا وعدا قبوعينا وقمصالينا لالوهو لترحس يايذن يوحنا إبراهيم وبولوس الياجي دو دعري بشلومو لعيتم قادشتو وهوخ الكل هوخ الكل تكتني اديوم ابيع يقوثو ويقورو ساقي لمملختو هولندا قورو ساقي لمملختو هولندا ايمن يرحمتو والكل ادول اوروبا والكل اعامي دا اعمينا بقوروك عمي بقوروك عايشينا وساقي يقورو لسوريو ساد كونو قل يصر طلوع الميدن ببريثو وفوشون بشلومو حنوني وحوثو ولليو طوبو وفوشون بشلومو Taudi, bedankt voor dit prachtige gedicht vanuit het hart opgelezen. Dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken, de aanwezige priesters, onze gasten Sinanjan, Johnny Messo, Hand en Broeke, jij ook Johnny Sabel, bedankt voor je bijdrage. De Aramese verenigingen, de aanwezige kerken, het publiek, hartstikke bedankt. En voordat jullie het helemaal afronden, ik ben blij dat jullie aanwezig waren bij de activiteit. Ik hoop dat jullie ook bij de eerstvolgende activiteit aanwezig zullen zijn. Er vindt een tentoonstelling plaats op 1 oktober in de Hengeloze Biep.
georganiseerd door de Hengeloze Vereniging Baradeus en de Aramese Federatie. En het gaat over het Aramese erfgoed. En daar komen zeer bijzondere gastsprekers. Er zullen mooie muziekliederen gespeeld worden. En jullie zijn allen van harte welkom. Dankjewel.